Het ministerie van Openbare Werken heeft vanmorgen technische contracten ondertekend met aannemers voor ontwatering en asfalteren van diverse wegen in Paramaribo, Marowijnen, Nikeri, Koroni, Wanica en Kommewijnen. De aannemingsbedrijven zijn Baitali NV, Kuldip Singh Infra NV, Tjongalanga NV en APS NV. De contracten konden worden getekend na een schuldherschikking van een paar miljoenen dollars met het ministerie van Financiën. In de nieuwe contracten is het aantal werkzaamheden verminderd. OW-minister Riyad Noor Mohammed zegt dat er meteen wordt gekeken naar nieuwe manieren van financiering om de gehele infrastructuur te kunnen aanpakken. Alle wegen zijn belangrijk, dat is niet de issue. Alle infra is belangrijk in dit land. We lopen helemaal onder water, dus dat weten we ook. Alles is belangrijk. Maar de vraag is waarvoor gaan we kiezen? We hebben middelen gevonden op de begroting van vele zaken. En we gaan door met het zoeken van middelen om, zoals ik bijvoorbeeld zei, ontwatering aan te pakken. Maar verkeersveiligheid is een hot issue tegenwoordig. Je ziet veel doden er vallen en dergelijke zaken. Dus wat de aannemers betreft van Suriname, wil ik gewoon zeggen, wij gaan komen met nieuwe initiatieven en nieuwe vormen van financiering om de verdere infrastructuur aan te pakken. Voor nu zijn meest urgente projecten geselecteerd om aan te pakken. Zo worden onder andere de wegstrekking tussen Jenny en Hienaar op de Oost-West-verbinding en de Tilakdari-weg in Kommewijnen structureel aangepakt. In deze eerste fase is ook het ontwateringsprobleem rond het Academisch Ziekenhuis Paramaribo opgenomen. De contracten met de vier aannemers zijn getekend voor 2 jaar. In de volgende fase van het aanpakken van infrastructurele werken komen de overige districten aan de beurt.